Behalve in de woning van de dode politieman in Kekerdom is er ook in de Millingse woning van de twee andere slachtoffers een wietkwekerij gevonden. Wie gaat het voortaan het toerisme in de Achterhoek promoten? Vier VVV-kantoren zijn failliet. Daar hebben wij natuurlijk, om het maar even plat te zeggen, de schurft aan wat er nu gebeurt. En zakenman Hans Melgers koopt kasteelhuizen Ruurlo om er zijn kunstwerken in te hangen. Het wordt een museum. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van maandag 10 september. Bij het drama met drie doden in Kekerdom is nog een hennepkwekerij gevonden. Ook in het huis van de twee doden, die zondagmiddag naast de 59-jarige politieman zijn gevonden, is een hennepkwekerij aangetroffen. De woning van de twee, in Millingen aan de Rijn, werd verhuurd door een andere politieman van het korps Gelderland-Zuid. In Kekerdom is Jacques Verhagen. Jacques, het hele politiekorps moet zo langzamerhand op zijn kop staan, hè? Ja, je kan wel zeggen, de misère van Gelderland-Zuid is nog lang niet voorbij. En je krijgt haast de indruk met al deze berichten die nu loskomen. Gaat er hier een beerput open? Een politieman die hier woonde, hier op de achtergrond, een hennepkwekerij op zijn zolder. En een andere politieman, waar de twee slachtoffers dus woonden, verhuurde dat huis. Ja, het klinkt niet heel goed voor Gelderland-Zuid. Het is natuurlijk afwachten, wist die andere politieman dat hij zijn huis verhuurde aan henneptelers? Dat weten we natuurlijk niet. Maar als je al die feiten op een rijtje zet, dan denk je, dit klinkt niet goed voor de reputatie van Gelderland-Zuid. Het is heel duidelijk, Gelderland-Zuid staat voor een zware beproeving. Ja, en dan hier de situatie, hè? De politieman die hier achter woonde, Petter. Ja, er gaan natuurlijk heel veel verhalen hier rond. Gewaardeerd, maar was het ook weer een mol voor de criminelen? Hè? Want liet hij zich daarmee in? Ja, dat is echt onduidelijk. Jan Petter, gewaardeerd, maar of misschien wel een mol. Op het politiebureau in Wijchen hangt de vlag half stok voor Jan Petter. Van hieruit werkte de 59-jarige politieagent als hoofd van de recherche van het district Tweestromenland. Onder collega's staat Petter bekend als iemand van het type niet lullen, maar poetsen. In de Ooipolder hadden ze of grote moeite met zijn directheid of ze liepen met hem weg. Zijn directe buren spreken niets dan goeds over de politieman. Ik ken hem al jaren en een hele vriendelijke man. Er stond altijd mensen bij met raad en daad. Mij ook nog een keer geholpen. De politieman, voordat hij rechercheur werd, was hij teamchef van Groesbeek-Millingen-Ubbergen. En in die hoedanigheid heb ik veel met hem te maken gehad. Was een goede teamchef, doortastende man. Vlaggen halfstok dus bij de politiebureaus in Gelderland-Zuid voor een geliefde collega. Des te opmerkelijker is het natuurlijk dat er een wietplantage in de woning van de politieman is gevonden. Voor de politie een volslagen verrassing. De man stond juist bekend als bestrijder van drugsgebruik en drugshandel. Als politiechef in Groesbeek zei hij 6 jaar geleden in een interview in de krant nog: we hebben niet de illusie dat we drugsgebruik in Groesbeek helemaal de nek om kunnen draaien. Maar we hebben het gebruik wel met 30% terug weten te dringen. En met de vondst van nog een wietplantage in Millingen, waar de andere twee slachtoffers woonden, in een huis dat notabene verhuurd werd door een politieagent van Gelderland-Zuid, staat de Ooipolder helemaal op zijn kop. Het simpele feit dat in zo'n klein dorp drie lichamen worden aangetroffen in een woning, heeft natuurlijk een geweldige impact. Ja, in Kekerdom is nog steeds Jacques Verhagen. Jacques, wat is nu de laatste stand van zaken daar? Nou, dat het onderzoek in het huis nog in volle gang is. De stoffelijke overschotten zijn afgelopen nacht al weggehaald. En door het dorp lopen rechercheurs. Ze zijn van Noordoost-Gelderland. Ze gaan huis aan huis. Iedereen vragen ze wat. Heeft u wat gezien? Heeft u wat opmerkelijks gezien of gehoord? Iedereen, elk huis gaan ze echt af om hier navraag te doen. Ja, en de bewoners, je merkt wel een beetje berusting onderhand. Maar wat je ook heel erg merkt is, de eerste shock was al een politieman doodgeschoten. 3 mensen doodgeschoten in het dorpje met nog eens 600 inwoners. Nou, dat sloeg al in als een bom. Maar heel veel mensen zeggen, alles draaide eigenlijk toen we het hoorden kregen van een hennepplantage. En toen merk je wel bij heel veel bewoners hier van, ja, wat is dit voor verhaal? Een politieman, hennepkwekerij, criminelen. Ja, je merkt dat er enorm veel verwarring is ontstaan hier van, ja, wat moeten we hiermee? En dus ook wel berusting, want men heeft hier ook wel zoiets van, ja, we wachten echt nu af wat er gaat gebeuren. Het speculeren, de geruchten, je merkt ook dat het wat minder wordt. Een afwachtende houding wordt hier nu aangenomen op de ontwikkelingen die vast en zeker nog komen gaan. Goed, Jacques Verhagen in Kekerdom, dankjewel. Ja, het laatste nieuws is dat ook de Rijksrecherche een onderzoek instelt naar de integriteit van de politiemensen. Voor de laatste actualiteiten kunt u terecht op onze website gld.nl.
De Achterhoek is een van de grote toeristische trekpleisters van Gelderland. Maar toeristen die de plattelandsregio bezoeken, die kunnen niet overal meer bij het VVV-kantoor terecht. Want de vestigingen in Zutphen, Borculo, Winterswijk en Doetinchem zijn failliet verklaard. En de winkels per direct gesloten. Volgens de VVV halen consumenten steeds vaker hun informatie van internet en houden consumenten door de economische crisis de hand op de knip. Dus de winkel wordt wat minder bezocht, maar hij was eigenlijk nog wel de vroeg uit de lucht, om het maar even zo te stellen. Als dat over 3 of over 5 jaar was gebeurd, dan had je waarschijnlijk gezegd van nou, oké, dat was een trend. Het sluiten van de 4 vestigingen in de Achterhoek heeft grote gevolgen voor de toeristen die toch graag naar het VVV willen. Ja, die komt voor dichte deuren bij die vestigingen, helaas. En dat is natuurlijk al heel vervelend, want die toerist komt in een plaats en die wil op dat moment iets gaan doen. En dat kunnen ze dan niet vragen bij de VVV. Dan kunnen we zeggen, Lochem is open, we gaan naar Lochem. Maar ja, soms is dat toch, Zutphen gezien, toch 15 kilometer. Dus op de fiets is dat niet handig. De financiële positie van de VVV Achterhoek is extra verslechterd door het faillissement van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme, eind juli. Beide organisaties werkten samen en deelden onder andere een peperduur administratiesysteem. Personeelsleden schrijven in een anonieme brief dat er sprake is van wanbeleid. Er zouden duizenden euro's zijn uitgegeven aan bedrijfsuitjes, een nieuwe huisstijl en iPhones. Los van wat er allemaal is misgegaan, is het volgens VVV Nederland zonde van alle kennis en ervaring. Ik denk dat het gevaar is dat er een enorm gat valt gewoon aan betrokken mensen die heel veel weten van de promotie van de Achterhoek en die nu even uit beeld zijn. En dat je dus in die zin ook praat over allerlei vormen van mogelijke kapitaalvernietiging. Zowel aan de menselijke kant, aan de personele kant, als ook aan de kant van acties en producten die zijn ontwikkeld. En dat is natuurlijk doodzonde. VVV Nederland onderzoekt of er een doorstart mogelijk is. De overige VVV's in de Achterhoek blijven gewoon open. Ja, we hebben het Achterhoeks Bureau voor Toerisme om een reactie gevraagd, maar zij waren niet beschikbaar voor commentaar. Na 7 jaar is er eindelijk een nieuwe bestemming voor kasteelhuizen Ruurlo gevonden. De Woerdense zakenman Hans Melgers die wil het pand kopen en er een museum van maken. Het leek 5 voor 12 voor het markante gebouw in Ruurlo. Jarenlang kon de gemeente Berkeland geen koper vinden voor het statige gebouw. Verval en verloedering lagen op de loer, maar het pand krijgt eindelijk een nieuwe bestemming. En daar is de gemeente Berkeland maar wat blij mee. Dit betekent, denk ik, dat wij zowel nationaal als internationaal hier een trekker van je welste krijgen, want het is een unieke collectie. Hans Melgers kwam begin dit jaar in bezit van de Dirk Scheringa-collectie. In Gorssel komt de hoofdlocatie van het Museum voor Realisme. Maar ook in Ruurlo zijn binnenkort werken van onder andere Karel Willink, Jan Mankes en Dick Ket te zien. Eerder dit jaar gaf Melgers al aan dat het kasteel de uitgelezen locatie voor zijn museum was. In eerste instantie was ik erg gecharmeerd van Ruurlo, gezien het monumentale karakter van het park daar en het kasteel. En dat is jammer genoeg niet goed gegaan. En dat had te maken met de onderhandelingen. Zoals u weet zit hier ook nog een orangerie, een horecaondernemer. En meneer Melgers wilde in eerste instantie zijn hele museum hier hebben. Dat kon niet en die zijn niet tot overeenstemming gekomen. Voor de dependance kon wel een overeenstemming worden bereikt, want de kasteeltuin en de orangerie blijven voor iedereen toegankelijk. De kunst moet vanaf 2014 in Gorssel en Ruurlo te zien zijn. De 28-jarige TBS'er uit Rekken die zaterdag ontsnapte tijdens begeleid verlof, wordt verdacht van verkrachting van zijn begeleidster. Hij zou haar ook hebben willen vermoorden. De vrouw is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De twee maakten zaterdag een fietstochtje in het grensgebied met Duitsland. Vlak over de grens vergreep de TBS'er zich aan zijn begeleidster. De vrouw wist uiteindelijk de politie te alarmeren en na een intensieve zoekactie kon de TBS'er worden opgepakt. De man mocht al eerder op begeleid verlof en dat verliep toen zonder incidenten. Maar nu het toch mis is gegaan, rijst de vraag, zijn er bij de verlofaanvraag fouten gemaakt? De kliniek in Rekken gaat samen met justitie onderzoeken hoe het besluit tot stand is gekomen. In het dorp Rekken is geschokt gereageerd op de ontsnapping. Wel vindt de Belangenvereniging Rekken dat ze snel en adequaat zijn geïnformeerd. Ik ben persoonlijk gebeld door de burgemeester. Dat is ook afgesproken dat wanneer er een calamiteit is met de inrichting, dat wij dan als dorp het niet, of als Belangenvereniging ook niet uit de krant hoeven te lezen, maar dat hij ons dan even informeert. En aan die afspraak houdt hij heel keurig. De man wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris en die zal besluiten of hij langer vast blijft zitten.
Hij was al erg snel op de schaats, maar nu wil Jan Bos nog sneller worden op een speciale fiets. Straks meer. Onbekenden hebben in Nijmegen op verschillende plekken posters opgehangen met de tekst Arbeid maakt vrij. De posters lijken op de bekende verkiezingsposters van de VVD. Arbeid maakt vrij is een verwijzing naar concentratiekamp Auschwitz, waar de leus boven de poort hangt. De VVD noemt de actie smakeloos. De politie heeft in Arnhem een man en een vrouw opgepakt omdat ze geld zouden witwassen. De man zou geld verdienen met de handel in harddrugs. Hij viel op omdat hij rondreed in een dure auto, terwijl hij een uitkering had van 1000 euro per maand. Een man uit Groesbeek is aangehouden op verdenking van mishandeling en handel in harddrugs. Hij zou GHB hebben aangeboden aan uitgaanspubliek in Nijmegen. Daardoor belanden twee jongens en een meisje in het ziekenhuis. Deze praalwagen is de winnaar van het bloemencorso in Lichtenvoorde. De wagen is gebouwd door Corso Groep Zeskamp. Zij maakten de creatie van enorme speelgoeddozen met Japanse poppen erin. In totaal deden er 18 grote praalwagens mee. Ronald P., de man die is veroordeeld in de Puttense moordzaak, staat deze week voor de rechter in Den Haag. Hij wordt verdacht van de moord op Anneke van der Stap uit Rijswijk, 7 jaar geleden. In 1994 is P. al veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op de toen 23-jarige Christel Ambrosius uit Putten. Op 400 scholen in Nederland zijn de scholierenverkiezingen gehouden. Ook het Johannes Fontanus College in Barneveld deed mee. De verkiezingen worden gezien als graadmeter voor de landelijke verkiezingen komende woensdag. Morgen om 6 uur wordt de uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt. Een hond in Putten is overleden nadat hij vlees had gevonden en opgegeten. Een andere hond, die ook van het vlees had gegeten, is opgenomen in een kliniek. Het vlees lag bij de Achterridderweg. De dierenpolitie heeft het inmiddels in beslag genomen om te kijken of het vergiftigd is. De man die gisteren in Ochten een 18-jarige Nijmeegse doodreed, is door de politie verhoord. Uit een blaastest bleek dat hij niet had gedronken. De vrouw lag om onduidelijke redenen met een man uit Elst op straat toen ze werden overreden door een auto. De vrouw overleed ter plaatse. De aanpak van de hypotheekrenteaftrek, overdrachtsbelasting en mogelijke veranderingen in de huursector. De woningmarkt is weer een belangrijk thema tijdens de verkiezingen. Politieke partijen willen allemaal iets anders als het gaat om de huizenmarkt. Maar één ding staat vast, huizenbezitters houden het de komende jaren moeilijk. Een ruim appartement aan Den Koem in Groenlo. Het huis staat al sinds 2008 te koop. En de eigenaren zijn vertrokken naar een nieuwe woning in Drenthe. En al die jaren zijn er slechts 2 kijkers geweest. Een paar jaar geleden was het voor de vraagprijs van 275.000 euro zo verkocht geweest. Het is een prachtig appartement. Groot, vloeroppervlak super. 2 slaapkamers. Een balkon aan mijn rechterzijde hier. Schitterend uitzicht. Maar het verkoopt niet. Wonen is een groot probleem. Huur is een probleem. Koop en verkoop is een groot probleem. Dus iedere politieke partij heeft het erover. En ze verschillen enorm van mening over wat er moet gebeuren. Maar de problemen zijn er en die zijn groot. En problemen vragen om oplossingen. De 4 grootste partijen hebben allemaal een ander plan. De VVD wil alleen een verplichte aflossing voor nieuwe hypotheken. De Partij van de Arbeid wil een geleidelijke aanpassing van het maximum renteaftrek voor alle hypotheken. De SP wil het maximum aftrekbare bedrag naar 350.000 euro terugbrengen. En als het aan de PVV ligt, blijft alles zoals het nu is. Zij wil de huidige renteaftrek handhaven. Ook Vereniging Eigen Huis heeft een oplossing. Het plan heet Wonen 4.0 en is samen met woningcorporaties en een makelaarsvereniging opgesteld. Waarbij je de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar afbouwt naar nul. Waarbij je de huren gaat verhogen tot een marktconform niveau. En waarbij je iedereen, huurders en huiseigenaar, gaat compenseren met lagere inkomstenbelasting. Kim Thijssen heeft niet een directe voorkeur voor één van de plannen. Hij wil maar één ding, voor zijn collega's en klanten. Een einde aan deze onzekerheid. Die twijfel merken wij elke bezichtiging weer. En als er duidelijkheid in komt, dan moeten ze door de zure appel heen bijten. Zal misschien het effect op de prijzen weer plaats gaan vinden. Maar dan zal misschien de stroming ook weer op gang kunnen komen. Maar van opgeven weet Thijssen niet. De vraagprijs van het appartement aan Den Koem wordt nog een keer met 25.000 euro verlaagd. En is te bekijken tijdens de Open Huizendag.
En morgen belichten we de arbeidsmarkt in onze serie verkiezingsreportages. Meer over die verkiezingen van woensdag ook op onze speciale site Gelderland Stemt. En die vindt u weer op gld.nl. Op twee ijzers was hij een van de snelste, maar is hij dat ook op twee wielen? Oud-schaatser Jan Bos uit Hierden doet deze week een poging om het wereldsnelheidsrecord op de fiets te verbreken. De flitsende schaatsbeelden staan voor eeuwig op onze netvliezen, maar Jan Bos op een fiets is toch een heel ander gezicht. In deze kogel op twee wielen, hier op beelden van vorig jaar, probeert Bos samen met het Human Power Team van de TU Delft en de VU Amsterdam een wereldrecord te vestigen. Het huidige record staat op 133 km per uur. Zo'n snelheid op een fiets lijkt onwaarschijnlijk, maar het kan echt, zegt Bos. De TU in Delft die heeft een super aerodynamische fiets gemaakt. Waardoor je met heel weinig luchtweerstand en met het vermogen van een mens zo hard kan fietsen. Die bijzondere fiets is de zogenaamde Velo X2, een speciale lichtfiets met aerodynamische kappen. Naast de fiets is ook de locatie ideaal voor hoge snelheden. Het wegdek in het Amerikaanse Nevada is perfect voor de recordpoging. Eigenlijk kaarsrecht en ligt op 1500 meter hoogte. Waardoor je sowieso veel minder luchtweerstand hebt en de droge lucht. Dat werkt allemaal mee om zo hard mogelijk te kunnen gaan. Het Human Power Team neemt het op tegen andere universiteitsteams en hobbyisten. Bos heeft alle vertrouwen in een goede afloop. Ja, dat zeker, ja. Ja, ik schat mijn kansen wel goed in. De teams krijgen deze hele week de tijd om een nieuw record te vestigen. En dan krijgt u nog het weer vanuit Wageningen met Casper Hoodse. Het zomergevoel was er vandaag nog in Gelderland. Maar de blaadjes die vallen toch wel in steeds grotere getalen. En morgen zien we ook het weerbeeld toch wel richting het najaar opschuiven. Het wordt koeler en ook wisselvalliger. Niet helemaal trouwens zonloos, want we krijgen dan wel met deze regenstoring te maken die nu snel dichterbij komt. Maar aan de voorzijde en ook weer aan de achterzijde zitten nog een aantal opklaringen. Maar aan de achterzijde gebeurt dat wel in een stuk frissere lucht die zijn oorsprong heeft helemaal bij de Poolcirkel. Dus dan gaat het niet warm worden natuurlijk. Nou, kijken we eventjes naar vanmiddag nog. We hebben ook wel opklaringen gehad, maar ook bewolking. Het is vrijwel overal droog gebleven. Ruim boven de 20 graden nog, dat was het belangrijkste eigenlijk. En we merken ook vanavond en vannacht dat het zeker niet koud is. Het kwik daalt helemaal niet zo ver. En het blijft op de meeste plekken droog, bijna ook wat afnemende wind. En morgen start dan nog gewoon aanvankelijk in de milde lucht. Wellicht een lokale bui die naar Duitsland toe snel wegtrekt. Maar verder in de eerste helft van de ochtend af en toe ruimte voor de zon. In de tweede helft van de ochtend dan neemt de bewolking vanuit het westen verder toe. En gaat het uiteindelijk ook van tijd tot tijd regenen. En dan ook echt overal. En in de middag houdt dat nog eventjes aan. Dan zien we in de tweede helft van de middag dat er weer nieuwe opklaringen gaan binnenkomen. Die zich in de avond over heel Gelderland hebben uitgebreid. Dan ziet het er dus weer wat vriendelijker uit. Is het overwegend droog geworden. Maar ja, is wel de frissere lucht binnengestroomd. Want dit zijn echt de maximumtemperaturen. 19 in de buurt van Winterswijk misschien 20 graden in het oosten van Gelderland. Veel hoger kom je niet. En later op de dag is het een stukje frisser als de nieuwe opklaringen binnenkomen. Nou, de langere termijn houden we die lagere temperaturen vast. Af en toe de zon en soms valt er regen. En dit was het nieuws van maandag 10 september. En daarin zag u onder meer dat er behalve in de woning van de dode politieman in Kekerdom ook een hennepkwekerij in de Millingse woning van de twee andere slachtoffers gevonden is. En dat de Vordense zakenman Hans Melgers kasteel Huize Ruurlo wil kopen om er een deel van zijn kunstwerk in te hangen en er een museum van te maken. Ik wens u nog een fijne avond.